Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking over Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen. Komende uren en de loop van de ochtend neemt de intensiteit waarschijnlijk wat toe en pas vanmiddag wordt het geleidelijk wat droger. Het is zeker niet koud: vanochtend 13 of 14 graden op de thermometers en vanmiddag wordt het zelfs 15 tot 17 graden. Met een stevige wind uit het zuidwesten, die waait langs de kust, krachtig, windkracht 6. En ook vanmiddag, dus wat grijs en gespetter. Met in het zuiden later in de middag tijdelijk wat droger weer. En dat zien we vanavond dan ook. Dan in het noorden en oosten nog wat gespetter. Maar verder toch overwegend droog, maar wel steeds veel bewolking. En het blijft ook heel zacht, ook komende nacht overigens. Morgen de overdag temperaturen van 15 tot 17 graden opnieuw. Een matige wind uit het zuidwesten. Misschien dat in het noorden de zon even schijnt. Dat kan. Kan het even wat vriendelijker zijn, maar verder in het algemeen toch grijs weer en soms nog een beetje motregen. Donderdag weinig verandering. Vrijdag draait de wind naar het noordwesten. Dan wordt de structuur open. Betekent dat de zon vaker schijnt. Maar tegelijkertijd gaan er ook meer buien vallen en de temperatuur gaat omlaag. In het weekend is het 12 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.